Hallo mensen, ik hoef dan op het moment vandaag een nieuwe commentaar voor jullie. En vandaag heb ik weer een nieuwe FIFA commentaar voor jullie. En als je op de achtergrond dus kijkt, dan zie je het Insane Team of the Week met Arjen Robben, Secretary Form Teve, Secretary Form Bentiki, Informbentiki. Ja, ik weet ook wat die Bentiki heet, ja. Inform Schürrle, Inform Thiago Silva en Inform Hummels. En ja, ik zou ze allemaal willen krijgen eigenlijk. Maar de kans dat ik ze krijg is niet zo heel groot. Dit is weer een pack openingetje vandaag. Wil je deze spelers kunnen kopen? Check dan even de link in de beschrijving. FIFACoinsKoop.nl voor snelle, goedkope en betrouwbare levering. Nou mensen, vandaag heb ik geen live commentary, maar gewoon even een normale commentary. Omdat ik het over wat dingetjes wil gaan hebben. Ten eerste, ja, je ziet ondertussen gewoon wat packs dat ik open op de achtergrond. Een paar 50k packs, een paar 7,5k packs. Waar ik het over wil gaan hebben, is over dat ik jullie ten eerste heel erg wil bedanken. Want ik ben dus laatst overgegaan van Call of Duty naar FIFA, omdat ik Call of Duty niet leuk meer vond. Ik vind het ook niet leuk om te spelen. Zeker Ghost niet. Ghost is gewoon, ja, echt geflopt voor mij. En ik vind het gewoon echt niet leuk om te doen en ook niet leuk om te uploaden. Ik vond zeg maar het niet leuk om video's te maken over Call of Duty Ghost. En ik vond het ook niet leuk om mijn eigen video's terug te kijken. Terwijl als ik mijn eigen FIFA-video's terugkijk, dan vind ik het op zich redelijk leuk om terug te zien, weet je. Dat is, misschien kan je het egoïstisch vinden, maar ik vind het gewoon leuk om mijn eigen FIFA-video's terug te zien. Dan niet 5 keer, maar gewoon 1 keer. En denk ik, nou, dat ziet er goed uit. Bijvoorbeeld die laatste video, toen heb ik weer wat nieuws gedaan met het editen en zo. En ik wist niet of dat helemaal goed in de smaak zou vallen. Maar op zich hebben jullie het redelijk leuk gevonden. Want ik wil jullie dus ook heel erg bedanken. Want ik ben natuurlijk een Call of Duty kanaal. En ja, toch krijg ik gewoon op elke FIFA video 50 likes. En ik hoop gewoon dat we weer de 50 likes kunnen halen. Het lijkt me hartstikke tof. Het voelt gewoon goed om gewoon 50 likes te halen op FIFA video's terwijl je geen FIFA kanaal bent. Want ik blijf groeien. En ik blijf groeien als FIFA kanaal. En ik word ook gewoon een FIFA kanaal. En jullie vinden dat heel leuk. En misschien ga ik wel weer COD uploaden als een nieuwe COD leuk is. Maar ja, of hij leuk wordt, dat is de vraag. Maar in ieder geval vind ik het echt heel erg goed zoals het nu gaat. En ik wil jullie heel erg bedanken voor al jullie steun. En daarom wil ik ook wat leuks gaan doen. Op de PS4 ga ik Pinkslips doen. En wat Pinkslip is, ik zet waarschijnlijk een Inform-speler in. En dan speel jij een potje tegen mij op de PS4. En dan kan jij die Inform-speler winnen. Jij kan niks verliezen, alleen ik kan verliezen, zeg maar. Dus eigenlijk is het heel erg fijn voor jullie. Wat je dan moet doen als je mee wilt doen aan zo'n Pinkslip, het is alleen op PS4, helaas, sorry. Dan moet je me volgen op Twitter. Link zit in de beschrijving. Als je dat gewoon doet, dan... Ik denk dat ik morgen of misschien wel vandaag mijn allereerste Pinkslip al op ga nemen. Voor wie weet ik nog niet. Ik ga echt niet meteen spelers van 300k doen. Misschien speel je van 50, 60k, zoiets. En dan zeg ik op Twitter, ja, wie wil dat tegen mij Pinkslip doen? En dan de eerste die reageert, of zeg ik van, stuur een invite hier naartoe. En de eerste die reageert, die... Die kies ik dan en daar ga ik tegen Pinkslip. En als je wint, dan win je de Inform. Als je niet wint, ja, jammer dan. Maar ja, verlies je niks in ieder geval. Ik wil misschien ook weer wager matches gaan doen. Misschien ook tegen andere YouTubers. Maar ja, weet je wat is? Er zijn helemaal niet zoveel Nederlandse YouTubers. Je hebt er een paar, ik denk 3 of 4 misschien. 4 die ik ken. En die hebben voor mij allemaal geen PS4. Dus dat is een beetje jammer. Maar ja, het komt allemaal wel goed. In ieder geval, dus Pinkslip wil ik gaan doen. Als je mee wilt doen, volg mij op Twitter. Link in de beschrijving. Zeker even volgen. Anders kan je ook niet meedoen. Alleen PS4, dus het spijt me. Misschien ga ik ooit nog de Xbox One halen. Ik weet niet. Zou misschien wel kunnen. Later ergens. De vraag is... Ja, is het nodig? Want heel veel mensen vinden de Xbox One gewoon niet zo chill. Het komt ook met FIFA's heel langzaam allemaal. Terwijl de PS4 is hartstikke snel. En de PS4 vind ik echt heel erg chill. FIFA is echt insane goed. En weet je wat het ook is, mensen? Ik ben op FIFA, op Next Gen, ook best wel goed. En dat daar, dan wordt het spel gewoon gelijk een stuk leuker. Op FIFA 13 was ik gewoon, gewoon redelijk niet goed, niet slecht. Maar nu zit ik ook gewoon in Divisie 1. Heel soms degradeer ik naar Divisie 2, maar zit ik zoveel in Divisie 1. En dat vind ik altijd wel leuk als ik goed in het spel ben. Maar mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Willen jullie coins kopen, check dan even de link in de beschrijving. Ik wil jullie dus heel erg bedanken voor alles steun die jullie me nu geven. En we hopen dat we weer de 50 likes kunnen halen. Ik zet live weer een reageer, abonneer de volgende keer. En ik zeg doei, later.